Welkom in het altijd zo pittoreske Noorbeek. Een van de schoolvoorbeelden van mooi landelijk gelegen dorpjes in het Heuvelland. Wat maakt Zuid-Limburg nou zo speciaal? En hoe kunnen wij Zuid-Limburg nog specialer maken? We vragen het boer Jeff de Molling, die hier het mooie landschap beheert met zijn glanrunderen. Wat ben je doen? Wat ben je doen? We zijn de afrastering aan het maken, want het is lekker werken. En de glanrunderen kunnen, zo gauw als het nog een beetje warmer is, kunnen die naar boete. Wat zijn dat voor keu, die glanrunderen? Kom maar, ik kan het laten zien, want ze stond hier in de staal. Dat is een oud ras, een heel oud ras, wat hier vroeger in 1900, rond 1900, zouden ze die in deze streek hier gehad hebben. En ze worden nog in de Duitse Eifel, daar houden ze nog. En, daar heb ik in 2010 dieren gehaald, voor daarmee te fokken en voor hun een kudde ervan te krijgen. En inmiddels heb ik voor een 80 dieren en we gebruiken die voor het onderhoud van de natuur, natuurbeheer. Wat doen we dan met dat natuurbeheer? Die dieren hebben we in eigen geval te begrazen, dus een samenwerking met natuurmonumenten. En we zitten hier pal aan de grens, dus ook nog met de Natuurpunt, de Belgische natuurorganisatie. Dus het is een grensoverschrijdend project. Wat vingen de lieve terapij daarvan? In feite vinden de mensen lieve het chic. Het is een prachtig gebied. En we willen dit gebied ook zo houden. Terwijl anders alles gerooid wordt en het grootschalig wordt. En de bestaande natuur, die graften en hoogst aan boomgaarden. En wat hij nog allemaal hekken. Dat willen we gewoon houden. En dat ook gehandhaafd blijft. En dat het ook onderhouden kan blijven. En dat vinden de lui. Op zich vinden dat prachtig. Omdat ze dat, ja, die genieten ook van de streek. Bezit ze vrije of zullen ze nog andere dingen willen? Bent te vrije. Dat ik op deze manier een invulling kan geven aan het boerenleven. Boerderie hebben en toch natuurbeheer doen. Dus dat is een ideale combinatie. Het bedrijf gaat binnen afzienbare tijd overgenomen weer door de zoon. En ik hoop dat die duurzaamheid van dit natuurbeheer, dat daar ook een bepaalde zekerheid in komt, dat ook blijvend is.